Surinaamse componisten moeten op artistiek gebied steeds meer werken aan eigen producties. Als je iets naspeelt, moet je die arrangeren, is het advies van violist Sean Durham, die het afgelopen weekend stilstond bij 60 jaar in de Surinaamse muziekscène. Het is belangrijk om te geloven in de kracht van de eigen producties. De ondersteuning volgt daarna wel, meent Durham. De veelzijdige violist spreekt daarom van een carrière vol obstakels, maar één die ook vol met succesmomenten was. En juist daarom is het belangrijk om, ondanks de tegenslagen, vast te houden aan je droom. Vandaag heb je spel, morgen niet. En ik wilde mijn vrouw destijds en kinderen niet in onzekerheid laten opgroeien. Dus ik heb veel gestudeerd. Ik heb rechten gedaan, medicijnen, al dat soort dingen. Jullie komen mee. Ik kan komen voor dokters. Ik ben beëdigd gezondheidsvoorlichter. En dat is voor mijn hele leven. Durham vertelde over een ander aspect van zijn leven. Zijn passie voor koken. Door de jaren heen kon hij veel van zijn talenten ontwikkelen. En daarom geloofde de muzikus in veelzijdigheid. Een dag op de viool en een keer achter de pot. Zo hield Durham zijn leven spannend, leerrijk en creatief. Mijn opa was de eerste die hier met pommen is begonnen met een Chinees restaurant. Jaren geleden. En toen is hij naar Aruba gegaan, is hij daar met JPF, die Surinaamse vereniging, begonnen. Heeft gekookt. En in onze familie kunnen alle mannen koken. En ik heb toen zelf ook een zaakje gehad in Nederland, op de Kruiskade. Waar meneer McLeod, de man van Sintje McLeod, toen was hij in België. Hij kwam elke maand zijn haar bij ons knippen en hij kwam in mijn bami. Sintje heeft veel bami van me gegeten, maar ze weet niet dat ik van mij kwam. Het 60 jaar in showbiz concert werd afgesloten met een optreden samen met diverse andere artiesten.